De beste wielrensters ter wereld komen in 2017 naar Weert. Dus dat is dan finish en vertrekplaats van een belangrijke wielerwedstrijd voor dames. Het dameswielrennen staat volop in de belangstelling. En niet in de laatste plaats omdat er in Nederland nogal het talent te hebben op wielergebied. Dat weten ze in Weert ook maar al te goed. En daarom zijn ze blij dat de Bulls Ladies Tour in 2017 Weert aan gaat doen. Woensdag werden op een speciale persconferentie de plannen bekendgemaakt. De Ladies Tour zal op vrijdag eind september aankomen in Weert. En op zaterdag 2 september is Weert vertrekplaats. En dat betekent dat op die dag de allerbeste wielrensters ter wereld naar Weert komen. We zijn heel trots dat we weer een prachtig evenement in Weert kunnen organiseren. De wielersport is heel belangrijk in Weert. En volgend jaar 1 september zijn alle wielerliefhebbers van harte welkom in Weert. Misschien zijn we nog wel veel trotser. Kijk, als hij de wielersport een warm hart toedraagt, dan is dit natuurlijk een uniek iets als hij dat naar Weert kunt halen. Het was toen onze leden het allemaal vertelden, er was meteen een groot enthousiasme om hier een bijdrage aan te leveren. Het is gewoon heel leuk en ontzettend spannend natuurlijk ook. We hadden al even gegrapt tijdens de persconferentie dat de burgemeester het zelfs nog leuker vond dat het de dames waren. Dat klopt, maar dat vingen wij ook als, want wielrennen is natuurlijk van oorsprong een mannensport. Maar we zijn nu bezig met de dames te faciliteren en dan is dit natuurlijk uniek dat het in Weert plaats gaat vingen. Want het zal een gigantische boost geven aan de damesport, dameswielrennen. De damestak van de wielersport, die mag er toch wel zijn. De Nederlanders zijn daar goed in, hè? Ja, ja, zeker. Iedere Nederlander kent natuurlijk Marianne Vos, maar ook Van Vleuten, die zo dramatisch viel tijdens de Olympische Spelen. En hoe gek dat ook klinkt, dat draagt bij tot de bekendheid van de wielersport, ook voor dames. En nogmaals, iedereen is van harte welkom op 1 september in 2017. Het zijn juist die wereldtoppers die dan aan deze tour meedoen. Hè? Dat maakt het natuurlijk extra interessant. Ja, het is echt de crème de la crème van de dameswielersport die naar Weert komen. Dus dat wordt een hele interessante sportwedstrijd. Weert is een wielerstad. Als je kijkt hoeveel wielrenners er actief zijn in Weert, dan is het gigantisch. En niet alleen Weert, maar ook de regio rondom Weert. Want als je alleen al kijkt in Stramprooi en Nederweert bijvoorbeeld, daar zitten de twee grotere verenigingen, twee van zelfs Limburg. Dus daarmee wordt wel aangegeven dat Weert enorm goed is in de brede sportwielrennen. Ja. Er wordt op verenigingen gezamenlijk eigenlijk een beroep gedaan. Kun je daar eens over vertellen? Ja, voor ons was dat vrij uniek. Als wielervereniging doen we toch eigenlijk allemaal ons eigen ding. We hebben onze eigen vereniging, onze eigen cultuur. En dit zou de eerste keer zijn dat we echt samen met elkaar een evenement gaan organiseren. En dat is wel leuk als hij de eerste overleg zaagt. Dan was er geen enkel sprake van rivaliteit tussen verenigingen. Maar eerder dat het saamhorigheid met zich bracht. En dat we zien dat wielersport verbroedert. En dat we het gewoon samen gaan doen. Geen discussie. En dan heel praktisch gezien. Wat voor taken zou het zeer bijvoorbeeld gaan krijgen om zo'n wedstrijd te organiseren? Als we kijken naar de Ladies Tour, dan is de Ladies Tour een zeer professioneel tour. Dus als we kijken naar de aanrijroutes en dergelijke en zeg maar start-finishplaats, dan doet de Ladies Tour dat zelf. Maar het zit hem vooral in het parcours. Hoe laten we nou in Weert echt op zijn best zien? Dus hoe kunnen we het parcours door Weert leiden? Dat zal door ons als verenigingen voorgesteld worden hoe die route moet zijn. Natuurlijk aan de voorwaarde van de wielersport. Maar daarnaast zullen we ook een rol nemen voor de verkeersbegeleiding en dat soort zaken. Want daar heb je ontzettend veel mankracht voor nodig. Maar onze leden vinden dat ook mooi, want ze kunnen methelpen, maar ook meteen de sport ervaren. Ze willen het toch niet missen? Ze willen het niet missen, daar willen ze allemaal bij zijn. Dat zal het evenement zijn om op het minste actie voor over te ondernemen om de vrijwilligers erbij te krijgen. Dan kunnen ze er ook het meeste van genieten, toch? Dat zeker, en dat gaan we doen.